Lieve mensen, wat leuk dat jullie er allemaal zijn. We hebben vandaag een primeur in onze winkel. We doen heel vaak live opnames, maar nog nooit met publiek erbij. Dus dat is heel vet. En vandaag gaan we dat doen met niemand minder dan Bertolf en zijn band. Die gaan een ode brengen aan Bluegrass met hun nieuwe plaat Bluefinger. Tussen de gitaren hier in de Vintage Kamer hebben we gekozen om dat te doen, omdat de akoestiek hier gewoon verschrikkelijk mooi is. En die gitaren die gaan straks helemaal meezingen en dat zul je ook wel gaan voelen. Het zijn live opnames, maar er mag natuurlijk gewoon geapplaudiseerd worden, dat is helemaal geen probleem. Wat mij betreft kunnen we dat nu oefenen en mogen de handjes op elkaar voor Bertolf. Wat leuk dat jullie er zijn. Wie heeft nou via de prijsvraag gewonnen, jongens? Yo! Oh ja, Melger. Wat leuk dat je er bent. En jij ook. Goed gedaan. Goed geraden. Ja, we wilden een soort Tiny Desk-achtige setting. Kennen jullie de Tiny Desk-concerten van YouTube? Dus ik wilde heel graag nog een live sessie opnemen. Want de plaat komt uit in het najaar en ik wil altijd heel veel promomateriaal hebben om tegen die tijd te delen. En ik had hier een paar demo's gemaakt bij de Fellowship. En toen bleek dat zij ongelooflijk goed kunnen filmen en audio kunnen mixen. En ik dacht dat zou wel een mooie combinatie zijn om het hier te doen. In het Walhalla van de gitaar. Dus dat kon. En ik moest er wel 13 gitaren voor demo vanmiddag, maar hartstikke goede deal. Het volgende liedje is van mijn vorige plaat en staat ook op de nieuwe plaat Bluefinger trouwens. Want die plaat is ook een best-of, zeg maar. Ik heb eigenlijk mijn beste liedjes, of de volgens mij beste en meest bekende liedjes van de afgelopen 6 albums opnieuw opgenomen, maar dan met een bluegrass band. En niet zomaar een bluegrass band, maar met Jerry Douglas en Stuart Duncan. Mark Sjets, echt best wel toppers in het genre volgens mij. En dit nummer staat er ook op en ik heb me daardoor laten inspireren voor dit liedje door uitspraken van Johan Cruijff en Paul McCartney, allebei grote helden van mij. En hun levensvisie komt grappig genoeg best wel een beetje overeen. En die kun je kort samenvatten onder lik niet naar boven en schop niet naar beneden. En bij mij is dat geworden don't look up, don't look down. 1, 2, 3, 4. Every kind of people, yeah, every kind.
en ook het volgende liedje hebben we natuurlijk opgenomen in Nashville. Mocht niet ontbreken, dat was ooit het eerste liedje wat ik uitbracht. In 2008 alweer. Ik zit alweer bijna 15 jaar in het vak, dames en heren. Yeah. Ah. Ja, het is een mooi vak. Het is alleen jammer dat je zo weinig pensioen opbouwt. Nee, is ook niet nodig. Als je dat haalt, hè? Ja. Gitaar, ja. Ja? Dit heet Another Day. One. How many days could take your life to finally start now, before you get the sign to go? Get up on your feet and just work it out. You will always regret if you don't do it now. Maybe you can do something you didn't even know. So don't wait for the world, love, to be pushing you down. It may just slip away. Wait for the world, love. Stay on the feet up. Don't ever let them take your words the same. No, leave it to another day. Thank you.
Joost van Nes! The way I love you now. Mag jij eventjes aan de zijkant van het podium? Dat is bluegrass muziek. De helft is stemmen. Ja. Volgende liedje vind ik eigenlijk nog steeds het beste liefdesliedje wat ik ooit heb geschreven. Maar het rare is, ik schreef het terwijl ik dat schreef. Logisch. Maar schreef ik het voor niemand, want ik had geen relatie en ik was ook niet verliefd op iemand. En toch kwam dit liedje zomaar om de hoek zeilen. Het is mijn liefdesliedje voor niemand, denk ik. The Way I Love You Now. Came to me when I was lonely, chased away my melancholy. You could be my one and only, the way I love you now. No one did me like you do me, brighten up all that was gloomy. Another girl's mean nothing to me. I want you now. Well, we've all been in love before,
samen met die andere 28. Ja, precies. Ja. Ruil. Ja, Ilse de Lange, daar moeten we het even over hebben. Ik ken haar al best wel lang. Om precies te zijn, sinds 1994. Toen deden we allebei mee aan een country en western talentenjacht in Rotterdam. Georganiseerd door de bluegrass band 4-Wheel Drive, waar Joost dan weer in zat. Joost staat ook in de jury. En ik won die talentenjacht, vandaar dat Joost nu ook in de band speelt. Ja, 94. Maar goed, Ilse kwam na die talentenjacht naar mij toe en ze zei van misschien moeten we samen eens een keer wat muziek gaan maken. Nou, dat is er toen nooit van gekomen, maar 13 jaar later, in 2007, vroeg ze mij of ik in haar band wilde komen spelen. Toen was Ilse natuurlijk al wereldberoemd. En in die tijd schreven we samen het volgende lied. Het is altijd op de plank blijven liggen, omdat de platenmaatschappij waar we toen bij zaten, die vond het maar helemaal niks wat we hadden geschreven, want dat is een echt bluegrass nummer, dus die zagen er geen enkele commerciële potentie in natuurlijk. Geen enkele kans op airplay. Oude tuners. Ja. Midden in het verhaal is ineens afgelopen. Ja. Ik hoor een valse noot. Ik denk, ik moet even stemmen. Waar was ik? Ja. En toen vorig jaar, toen zag Ilse dat ik naar Nashville zou gaan. En toen appte ze heel lief van als ik nog iets voor je kan doen of iets, je kan helpen, dan moet je maar laten weten. Toen zei ik, nou, ik dacht, daar moet je natuurlijk altijd misbruik van maken als Ilse zoiets vraagt. Als jij nou een liedje mee zou willen zingen op de plaat, dan zou ik dat wel heel erg leuk vinden. Nou, daar zei ze ja op en toen dacht ik, bij welk nummer dan? En toen moest ik pas weer denken aan dat ene nummer wat eigenlijk al sinds 2007 op de plank lag. Een echt bluegrass nummer en dat paste natuurlijk juist perfect op de plaat die ik aan het maken was. Dat nummer heet Before the Storm en we hebben vandaag Nathalie Schaap in de rol van Ilse de Lange, maar zij kan ook nog contrabas spelen. Nou, misschien wel tijd om de rest van de band dan ook aan die voor te stellen. Op banjo, dames en heren, Jos van Ringen. En de derde J in de band is voor Janos Kolen op mandoline. Ik ken een cellist die heet Janos. Die leek me wel leuk om die er ook bij te vragen. Ja. Want dan hebben we Joost, ja, Jos, Janos en Jonas. Precies, zij Janos? Janos. Hij heet Janos, ja, het is echt super. En dan hebben we nog op Dobro, dames en heren, is heel grappig. Hij had een cover van mij op Instagram gezet, toen ben ik hem gaan volgen, Cut Me Loose volgens mij. Toen zag ik hem ook een keer Dobro spelen en toen dacht ik, zo, die heeft wel echt veel aanleg voor talent. En, ja, maar er zijn niet zoveel mensen in Nederland die Dobro spelen natuurlijk. En deed hij hartstikke goed en toen vroeg ik, nou heb jij je zin om je helemaal wat schompers te studeren en dan in mijn band komen spelen? Nou, dat had je. En hij doet het fantastisch. Dames en heren, op Dobro, Casper de Goed. Ja, vertel ik zo. Moet zomaar. 1, 2, 3, 4. Broad daylight, now on December morning. I read you a long, sick
took me down before this. So big, so big. Tennessee natuurlijk, ben ik naar Rosina in Kentucky gereden, want daar staat het geboortehuis van Bill Monroe. En als je daar zo aankomt, zo door de heuvels, dan staat daar gelijk een groot bord in de tuin met de songtekst van I'm on my way back to the old home erop. Oh, beroemd bluegrass lied. Het gaat sowieso heel vaak over het ouderlijk huis in bluegrass muziek, valt me wel op. Ook bij de Stanley Brothers. En ik zat daar op een gegeven moment zo op de veranda op een schommelstoel en toen dacht ik zo, voor mij is nou echt de cirkel wel rond. Hier werd Bill Monroe geboren en hier werd de bluegrass geboren. En ik moest ook denken aan mijn eigen ouderlijk huis waar mijn liefde voor de bluegrass is geboren. Mijn vader was namelijk een enorm bluegrass fan. Er waren mandolines thuis en banjo's en zo. En het is helemaal zijn schuld dat ik ook van die muziek ben gaan houden. En muziek verbindt mij voor altijd met waar muziek maken voor mij om begon. Het is de muziek waardoor ik verliefd werd op muziek, waardoor ik zelf ook muziek wilde gaan maken. Dus wat betreft, ja, is bluegrass voor mij echt thuiskomen. Dus dat lied, dat vond ik heel erg toepasselijk. I'm on my way back to the old home. Oh, ja, ik vertelde een verhaal zodat je. Drie, hè? Back in the days of my childhood, in the evening when everything was clear.
Ja, met alles loopt het slecht af, maar het goede daaraan is dat het zelfs met het slechte slecht afloopt. Dat is geen uitspraak van Johan Cruijff. Had het best gekund. Maar van Harry Mulisch. En ik heb dat altijd een mooie uitspraak gevonden. Zelfs met het slechte loopt het slecht af. Nou ja, dat zag je aan Hitler. Hopelijk geldt dat straks ook voor Poetin. Ik vond het een mooie realistisch positief, ja, of optimistische... Wat is het? Zit die los? Nee, jullie zijn kijken. Ja, je vestigt de aandacht er heel erg op, ja. Goed, dan had ik het over Poetin, Hitler, decolleté. Vent, ja. Zo'n afgrijs. Ja. In ieder geval, ik heb daar een lied over geschreven. Dat heet Even the Bad Ends Badly. Ja, over decolleté. If your thoughts are so tense to keep your sky from turning blue, well, all that you are up against could disappear with the morning dew. Difference one day will make, you'll be under another sky. Cause sometimes stays overnight, and the stains will wash away. It won't be the same tomorrow. It will soon be yesterday. When you think you're going down, find the world has turned around. When you're so all gets easier to endure, and the stains will wash away. It won't be the same tomorrow. It will soon be yesterday. When you think you're going down, find the world has turned. De gitaarheld, mag geen geheim meer zijn, is Tony Rice. Hij overleed op tweede kerstdag 2020 en dat vond ik best wel verdrietig. Als er ineens een jeugdheld sterft, dan gaat er ook een stukje van jezelf, een stukje thuis is in één keer weg. En dit volgende nummer is, en trouwens ook het volgende nummer, is een tribute aan Tony. De echte kenner had het natuurlijk al lang gehoord, mijn Tony Rice invloed, want alle licks die ik speel zijn in principe gejat van Tony Rice. Ongeveer. En Tony Rice was zelf niet echt een songwriter, hij maakte vooral hele toffe bluegrass versies van andermans songs. En dit lied ken ik ook vooral door Tony Rice en dat heet Freeborn.
I was born in the Southland. Some 20 odd years ago, I ran away for the first time. When I was only 4 years old, I'm a free born man. My home's on my bed. I know every inch of highway, every road and back road, every mile of railroad track. Bestellen op mijn website of via de website van mijn label Excelsior Recordings. Nou ja, wij hebben dus een beetje even Bluefinger vakantie. Ja. En dan gaan we er na de vakantie. Heerlijk. Wat vind je heerlijk? Vakantie of de vol tegenaan?
Bedankt de fellowship voor de gastvrijheid vandaag. En, dit is me and my guitar. 1, 2, 3, 4. Friends for